Ik heb hier een kip en daar heb ik de kruiden al in gedaan. Ik heb zwarte peper gebruikt, witte peper, zout, heel klein beetje gemberpoeder, kipkruiden, cayennepeper, chilivlokken en een beetje kurkuma. Dit ga ik met elkaar mengen. Dan heb ik nu twee pannen op het vuur. Eentje voor de kip en eentje voor de pokeball rijst. Ik heb hier lassi pokeball. Ik ga deze rijst gebruiken. En dan heb ik hier kikkererwten. Ik heb edamebonen. Ik heb een mango, avocado en een bosuitje. Ik doe wat olijfolie in de pan voor de kip. Voeg je dan de kip eraan toe. Ik zet het vuur wat zachter en dit laat ik dan rustig gaar worden. Ik heb een deksel op het vuur gedaan voor de kip. Ik ga nu het rijst toevoegen. Ik ga nu het bakje vullen. Ik begin met de pokeball rijst. Hier doe ik dan wat kikkererwten erbij. En wat edamebonen. Wat mango, avocado en bosui. En dan doe ik een stukje kip erbij. Dan doe ik wat mayonaise overheen. En je kan natuurlijk gewoon saus gebruiken wat je zelf lekker vindt. Hier gaan dan wat chilivlokken overheen. En als laatste doe ik er wat gebakken uitjes overheen. Dit is het dan geworden. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!